Een demonstratie verbieden, dat gebeurt in ons land niet zo gauw. Maar burgemeester Markoes heeft een uh, Koranverbranding door de rechtsradicale groepering Pegida morgen in Arnhem verboden. Ook legt hij Pegida voorman Edwin Wagensveld een gebiedsverbod op van zes maanden. En in januari liep een soortgelijke demonstratie al uit de hand. Een nare, verdrietige middag voor onze stad. Zo noemt burgemeester Markoes van Arnhem de gebeurtenissen. Maar de demonstratie zelf kon hij niet verbieden. In Arnhem is een actie van Pegida-voorman Edwin Wagensveld uit de hand gelopen. Tegen demonstranten wilde voorkomen dat hij een Koran zou verbranden. De voorman van de anti-islambeweging Pegida verscheurde eerder al zeker vier keer een Koran en hij is veroordeeld voor het beledigen van moslims. Bij de ongeregeldheden raakte hij en ook meerdere agenten licht gemond. Ja, meneer Markoes, hartelijk welkom. Um, dit is de demonstratie die in januari heeft plaatsgevonden. Uh, nu wilden zij opnieuw dus een, een Koran verbranden. Waarom willen zij dat? Ja, um, zij zeggen om uh, dat zij kritiek hebben en kritiek willen uiten uh, op de islam. Uh, het is natuurlijk een hele giftige daad uh, die ook vooral uitstraalt om uh, ja, de, de, de Koran moet vernietigd, de islam uh, moet vernietigd. Um, ja, dat doet uh, natuurlijk heel veel uh, met mensen. Kijk, elke vorm van geweldsuiting is onacceptabel, maar het verbranden van een boek. Een Koranboek is in Nederland uh, niet verboden en dus hoe argelijk je en hoe giftig uh, deze daad ook is, uh, 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 het kan in Nederland. Dus uh, en, uh, en ik heb al eerder gezegd, het demonstratierecht is in onze democratie uh, heilig. Uh, dus de burgemeester heeft uh, de taak om een demonstratie te faciliteren en te beschermen. Mm -hmm. En dat is wat we hier uh, op 13 januari hebben gedaan en, uh, en wat we ook aan het doen waren. Voor uh, 23 maart, morgen dus. En daar mobiliseren we heel veel politie uh, voor op. We bereiden dat allemaal voor. En het laatste wat je, wat je wil doen als burgemeester uh, uh, is een demonstratie verbieden. Dus ja. het is een ultimum remedium, een maatregel die je neemt op het moment dat je iets van uh, een bestuurlijke overmacht uh, constateert. Namelijk dat er zoveel risico's zijn, zoveel gevaren. Dat je de veiligheid van de aangemelde demonstratie niet kunt waarborgen en evengoed de veiligheid van de omgeving en eventuele tegendemonstranten ja. niet kunt uh, beschermen. Want dit was, dus, dit was ook in Arnhem en nu werd het weer in, uh, in Arnhem aangekondigd. Of waarom specifiek eigenlijk in deze stad? Uh, nou, uh, de, 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 de melder van de demonstratie van de 13 januari die zei: uh, wij uh, zien dat Arnhem uh, een burgemeester heeft met een islamitische achtergrond. Uh, dat hij uh, om die reden uh, uh, Boa's uh, een hoofddoek uh, wil toestaan. Dat was een besluit van de gemeenteraad en het college van BMW. Uh, en ja, en daar, daar, daar wil hij zich tegen verzetten. Uh, maar ja, het vernietigen van een Koran uh, en het willen verbranden van een Koran, dat is iets wat hij natuurlijk al heel lang. Uh, doet, uh, niet alleen in Arnhem, maar ook in andere steden van Nederland ja, en in andere steden van Europa. Toen u, toen u uh, burgemeester werd, stond hij ook te protesteren? Hè? Ja, toen ja. stond hij daar inderdaad. Maar uh, hij, woont, hij woont niet in Nederland, toch? Hij woont in Duitsland. Uh, dus, maar dat uh, voor uh, het organiseren van een demonstratie, het is natuurlijk wel een Nederlander. Uh -huh. uh, en voor het organiseren van een demonstratie maakt dat niet uit. Nee. Het is uh, de bekiede voorman uh, Wagensveld. Hij heeft uh, gereageerd hè, op het demonstratieverbod. Zullen we even kijken wat hij daar zelf uh, over zegt? Lachwekkend, een, een uit de lange arm getoverde smoes... om uh, iets te kunnen verbieden wat hij gewoon niet in zijn stad wil. Wanneer er staat uh, in die brief um, uh, concrete uh, terroristische aanslag, uh, aanwijzingen... dan denk ik, dan heb je ook mensen aangehouden. Nou, ik heb niks gehoord over aanhouding. Een demonstratie niet kunnen laten doorgaan met zo'n lange voorbereidingstijd. betekent dat we een grote groep mensen hebben die bereid is um, geweld te gebruiken tegen iets wat gewoon in onze grondrecht staat. Kijk, dit is eigenlijk zijn verklaring waarom hij vindt eigenlijk dat hij niet zou mogen demonstreren. En dat er eigenlijk weinig aanwijzingen zijn om aan te nemen dat het zo gevaarlijk zal worden. Maar die heeft u dus blijkbaar wel gekregen. Ja, wat, kijk, wat zijn de dreigingen? Nou, wat de, de, de politie adviseerde om uh, de demonstratie niet uh, uh, door te laten gaan omdat er uh, een terroristische dreiging is. Uh, die is in Nederland al uh, breed al een tijdje aanwezig. Mm -hmm. uh, en dat heeft te maken met deze koranverbrandingen. Maar even goed uh, met de spanningen die oplopen in het Midden-Oosten. Uh, dus de terreurdreiging vanuit de jihadistische hoek uh, is al een paar maanden uh, uh, nou ja, uh, opgelopen. De coördinator. Uh, de nationale coördinator terrorisme uh, heeft een, in een rapport al eerder gezegd... Uh, we zitten nu op uh, niveau 4, uh, dus qua dreigingsniveau. Maximaal is 5. En omdat deze koranverbranding nu in Arnhem op dag, datum en plaats uh, uh, er is uh, morgen... is die dreiging uh, uh, ook op, op deze locatie. Dus uh, bovendien... Vreest de, de politie ook grote uh, wanordelijkheden vanwege de, uh, ja, de opkomst van allerlei tegendemonstraties en ook de on, onvoorspelbaarheid daarvan? Dus dat alles maakt dat, je, dat de politie zegt, hoeveel politiemacht we ook mobiliseren en hoe groot die ook mogen zijn, uh, het risico is groot. Wij kunnen niet instaan op het beschermen van uh, de Pegida-demonstratie. Uh, en, uh, nou ja, en, en, en de omstanders. Want dan is eigenlijk ik, uh... de dreiging is echt ontzettend groot. Want eigenlijk is het zo dat bijvoorbeeld een, een klassieker als Feyenoord Ajax, hè, dan wordt de he hele ME-rukt uit, eigenlijk. En zo groot zou die dreiging dan nu ongeveer ook zijn. Hè. Dat je aan zoveel man ME MA moet denken en vrouw uh, om hem te beschermen op het moment dat hij zijn actie zou uitvoeren. Ja. En dat, ik zeg daar eigenlijk van, dat is niet. Dat, dat, dat is onmogelijk. Of dat zal niet voldoende zijn. Nou ja, dat zal niet voldoende zijn. We hebben zelfs uh, een veelvoud daarvan uh, geprepareerd. Uh, en dan nog uh, constateert de politie dat het risico van die aard is uh, dat, uh, dat het uh, onverantwoord is. Maar het risico is, is dan eigenlijk dat er. Dat... Dat gaat, want het gaat natuurlijk om bescherming van hem. Hè? Dat zagen we al in januari, dat op het moment dat hij een Koran wil verbranden, komen er heel veel tegenkrachten komen, komen vrij. En dat demonstranten het zijn er. Zo'n man wil natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wat hij wil. Maar het gaat hier natuurlijk om het recht op demonstratie. Er wordt zelden eigenlijk tot nooit een demonstratie verboden. Het is echt het laatste middel. Dus dan zegt het zoveel, dat het zelfs met, u zegt meer ME dan bij Ajax Wijnhoort. Niet lukt om de veiligheid te behouden. Nou ja, kijk, als je het hebt over een terroristische dreiging, dan denk ja. je het over uh, een aanslag. Uh, dus uh, ernstig uh, geweld uh, uit een terroristische uh, ja. hoek. En niet zo lang geleden zijn er twee verdachten in Duitsland aangehouden, uh, omdat die van plan waren een aanslag te plegen, bijvoorbeeld uh, in Zweden op het parlement. Uh, dus het is reëel uh, dat uh, substantieel is, zegt uh, de, de nationale coördinator. Uh, die dreiging is, uh, die moet je dus ook heel serieus ja. nemen. En, uh, nou ja, en als de politie uh, op basis van feitelijke informatie uh, de burgemeester adviseert om de demonstratie mm -hmm. niet uh, door te laten gaan. Ja, dan neem ik dat natuurlijk heel serieus. Want je hebt natuurlijk het grondrecht demonstratie, maar veiligheid is ook een grondrecht. Maar, dus, maar wat uh... ik niet begrijp, hè? Ik, bedoel, ik begrijp dat je in Nederland zou moeten kunnen demonstreren mm. en dat het een grondrecht is. Maar op het moment dat we het hebben over het verbranden van, van een heilig boek. Uh, iets wat heel belangrijk is voor heel veel mensen. Hoe kan je het dan. Uh, dat is toch gewoon je? dat is toch gewoon belediging? Hoe, hoe kan je dan nu nog uitleggen dat het een onderdeel is van een demonstratie? Ik vind dat heel erg moeilijk. Voordat, je, voordat u antwoord geeft, wil ik heel even kijken naar onze minister van Justitie. Dat is wel een goede de, vraag. Dat is een hele goede vraag. Dus we gaan hem straks beantwoorden. Want uh, we, laten we even kijken wat zij zou vinden van het uh, strafbaar stellen van het verbranden van een Koran. Uh, ik vind het verbranden van welk boek dan ook uh, smakeloos, primitief en uh, eerlijk gezegd ook sneu. Maar het mag in een vrije democratie. Uh, en dat is uh, denk ik ook hoe je dat zou moeten houden. Uh, vrijheden uh, uh, moet je beschermen, ook als het vrijheden zijn die op een manier worden ingevuld uh, als het je niet aanstaat. Ja, het valt dus onder demonstratierecht. Het is bij wet niet verboden, maar u pleit al langer eigenlijk voor een verbod op het verbranden van de Koran. Ja, het zijn twee dingen. Dus het demonstratierecht staat, want die wet is echt een parel in onze grondwet, die moeten we ook verdedigen, koesteren en beschermen. Waar het om gaat, is dat onze grondwet zegt dat, uh, dat vrijheid um, uh, dus uh, 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 ieders verantwoordelijkheid uh, oh. bij wet. Dus je kunt wel bij wet grenzen stellen. En op het moment dat we constateren dat het vernietigen. Van boeken, het verbranden van heilige boeken. Mm -hmm. uh, uh, want het is, het is meer dan sneu. Uh, het ondermijnt uh, de nationale veiligheid. Uh, en uh, onze Nederlanders in het buitenland die ondernemen en werken, moeten uh, vrezen voor hun veiligheid. Onze diplomaten. Diplomaten die bijvoorbeeld in moslimlanden wonen, waar gekeken wordt naar wat er in Nederland gebeurt. Onze diplomaten ja. draaien overuren, dus de veiligheid wordt daar uh, opgeschaald. En, uh, en je kunt er niet omheen dat dit, uh, dit is gewoon een giftige daad is. Dus er wordt geen mening of opvatting erbij uh, geuit. Het is het, 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 insteek, het in brand steken van een uh, heilig symbool... voor een grote groep mensen. Mm -hmm. En of het nou een Bijbel is, Torah of een andere levensbeschouwing. Ja. Je zou hier een grens moeten stellen door... Een, dan moet er een wet komen die dit begrenst. Het want wordt het klopt... al wel gedaan, toch, in andere landen? Ja, er is... waar... in andere landen is er, is er wel een voorbeeld. In Het er... gaat hier natuurlijk ja. over de vrijheid van meningsuiting eigenlijk ook. Hè? Toch, want je zegt, is, de... ja, is dat nog de vrijheid van meningsuiting? Ja, ik bedoel, discrimineren en beleid, beledigen mm -hmm. mag ook niet. Nee. Dat is ook bij wet uh, begrensd. Dus we kunnen wel, de wetgever kan wel degelijk een wet uh, maken... Ja. om uh, nou ja, de veiligheid van Nederland en Nederlanders ook ja. te beschermen. Ik ben toch benieuwd wat jij ervan denkt. De leuzen die hij zegt worden soms wel bestraft... Ja, ik vind het ongelooflijk ingewikkeld. Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van de heer Makoes sta. Maar ik vind het ook wel weer mooi om te zien... dat alles geprobeerd wordt om dat toch mogelijk te maken. Ondanks alle druk daaromheen. Dat er gekeken is naar... Ja, dat is laten we toch zo ver mogelijk proberen te gaan... om dit mogelijk te maken. Nou heeft deze man een gebiedsverbod gekregen van een half jaar. Mag hij niet in Arnhem verschijnen? Daarvan zeggen hoogleraren mensen die er een beetje op zitten... dat is wel een hele lange periode. Waarom is daarvoor gekozen? Nou ja, dat heeft, dat, dat uh, gebiedsverbod uh, hebben we uiteindelijk opgelegd, omdat uh, hij aankondigt, uh, toch te komen, ondanks alle risico's, oh. alle gevaren. Uh, dus uh, ook niet alleen voor hemzelf en, en, en zijn uh, mm. achterban, maar ook uh, voor de omgeving. Maar een half jaar, en, hè? Zes nou ja, ja, maanden is natuurlijk een hele lange periode. Ja, die, die terroristische dreiging is natuurlijk niet morgen weg. Uh, dus, uh, en en dat, is, dat is waarom we die periode hebben, hebben genomen. Uh, maar ook omdat hij provoceert en mm. ondanks alle informatie die hij heeft, uh, toch zegt, uh, ik kom toch. Ja. Ja. En om te voorkomen dat hij uh, toch maar ergens weer uh, verschijnt en de politie uh, niet kan optreden, is, uh, is hem in ieder geval duidelijk gemaakt dat hij niet welkom ja. is. En als hij er toch is, uh, dat de politie wel de mogelijkheid heeft om uh, op te treden. Ja, en als hij niet hier komt, dan komt hij naar de stad met de andere moslim-burgemeester namelijk... dan wijkt hij uit naar uh, Rotterdam. had hij al op uh, voormalig Twitter X uh, laten weten. Hè? Ja. Dan gaan we toch even naar die andere in, uh, in Rotterdam. Ja. Maar u verwacht hem in Arnhem wel te zien, hè? Hij heeft ook wel gezegd, ik, wel, ik wil wel opgepakt worden... en dan breng ik het voor de rechter. en zo Ja, als hij verstandig is, niet, komt hij niet. Maar komt hij, dan zal op, hij uh, opgepakt worden. Ja. Veel sterkte daarmee. Ja. Dank u ja. wel.